Over 2 jaar rijden er dagelijks zo'n 80 vrachtwagens tussen Beuningen en Nijmegen. Die vrachtwagens gaan zand vervoeren van de Beuningse Plas naar de Westkanaaldijk in Nijmegen en weer terug. De operatie gaat 16 jaar duren en dat heeft nogal wat gevolgen. Ja, op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding voor de zandwin op de Beuningse Plas. Dat is een locatie die voortkomt uit een landelijke afspraak uit de jaren 90. Dat een bijdrage moest leveren aan de zandwinning in Nederland. Uiteindelijk zijn we nu zover dat we nu afspraken proberen te maken over op welke manier ze het transport plaats gaan vinden. We hadden een uitkomst gevonden in een zandtransportband. Nou, die kan helaas niet doorgaan, omdat daar vanuit de Nijmeegse kant wat realistische bezwaren tegen zijn. En daar hebben we in goede samenspraak met Nijmegen gekeken wat zijn dan de alternatieven. Nou, een alternatief is natuurlijk, wat er dan overblijft, is het vervoer per vrachtwagen, laten we het zo maar even noemen. In de vakliteratuur noemen ze dat vervoer per as, maar laten we over vrachtwagen spreken. Naar het kanaal, want het zand moet voor het grootste deel per schip afgevoerd worden. Dat is ook een harde voorwaarde vanuit de landelijke richtlijnen. En daar zijn we nu aan het kijken van wat is de beste route en wat is de beste locatie. Je moet gemiddeld denken aan zo'n ongeveer 78 vrachtwagens per dag die richting het schip gaan. En dat is dan 75% van het totaal wat per schip afgevoerd wordt. De andere 25% die kan dus gewoon per vrachtwagen afgevoerd worden. Zal die vooral dichter in de regio zijn. Ja, en dan praat je gemiddeld over zo'n 50 vervoersbewegingen per dag. Dat zijn de gemiddelden. Dus je hebt pieken, je hebt ook dalen. Vrachtwagens kun je niet weren vanaf de openbare weg. Het is en blijft de openbare weg, dus je mag daar gewoon gebruik van maken. Maar wij doen er alles aan om zoveel mogelijk rekening te houden en zo min mogelijk overlast te geven naar de omgeving toe. Kijk ook milieutechnisch natuurlijk naar dit soort vrachtwagens wat gebruikt wordt. Dus daar gaan we ook afspraken over maken met Boskalis. Het zal ook een mens zijn vanuit Nijmegen en die snappen we ook heel erg goed. Maar wat ik al eerder zei, wij zijn goed gezamenlijk met de gemeente Nijmegen in overleg om tot de beste oplossing te komen. Nou, over de kosten kan ik nog niks zeggen, hè, omdat we nog niet de definitieve keuze hebben gemaakt welke locatie het wordt. Hè. Er zijn nog 2 locaties in beeld. Dat is Danish Shipping, dat is een kade, of een nieuw te maken kade ten noorden van Danish Shipping. En als we daar definitief een besluit over hebben genomen, dan pas kunnen we iets zeggen over de kosten.